is niet op de kist, maar dit is op de kaart. Dit is op een bord van de Hakselaar. Ja, doe je goed. Ja. Ja. Een hobby, hè? Ja, dat doe ik heel goed. Mooiste werk ter wereld. Bas. Ah, auto-model. Wat is dat zo? Auto-model. Auto-model. Ah, mooi. Hoe scherst ik alles? Ja, dit vind jij echt het mooiste werk, denk ik, hè? Dat vind ik allemaal, hè? Ja, ja. Nee. Haaks van dat kun je mijn snaarselwagen maken. Kijk eens aan, meneer. Eigenlijk heeft iedere loonwerker... Heeft dat. Een maaishaaksel, een gashaaksel, als het maar gehaakseld wordt. Ja, had maar een knip, man. Dat is het mooiste. Oh. Dit is het mooiste. Hoeveel hectare doe jij zo in een seizoen gas? Wow. Dat is nogal wat. We draaien met twee machines. Ik moet even tellen, maar dat ben een paar duizend punten. Ja, dat kan niet helpen. Dat kan niet altijd, nee. Heb jij een groot bedrijf, Etta? Ah, maar dat is groot, gewoon. Skippers. 8 man personeel en zin. Ja, dat is. Nou. Bij de Nauwveehouderij en we konden daar waterbouw. Met kent. Maar dat doe je ook, grondverzet. Ja, ja, rufkraan, mobiele kraan en zin. Dus het hele jaar rond ben jij wel bezig? Nou ja, dat kon wel proberen om het jaar rond een beetje werk te kunnen krijgen. Voel jij ook boer eigenlijk? Boer? Want je bent eigenlijk boer met de boeren. Ja, boer met de boeren, klopt. Ik vind, ja, de gewassen die de boeren telen, dat is toch wel je passie, zeg maar. Ja. De graas, de mais, stront hoort er ook bij natuurlijk, dat vinden we ook mooi. Ja. Ja. Niks meer met stront, hè? Nee, niks meer met stront. Nee, mooi spul. Even, daar groeit het van. Geweldig. Maar grondverzet moet eigenlijk voor de loonwerker moeten eigenlijk wel, hè? Voor de stille periode. Ja, dat moet erbij, want we kunnen jaar rond niet bij die melkveehouder terecht. Dat lukt helaas niet. Dat zou wel mooi te zijn. Ja. Het hele jaar bij die melkveehouder kunnen zijn, maar dat lukt niet. Nee. Als je naar het boerenleven kijkt en naar jouw leven, is dat nog leuk? Met alle regels en alle verdoel? Zie, wij hebben natuurlijk als loonwerker hebben wij met minder met die regels te maken. De boeren, dat wordt echt bij die melkveehouder opgelegd aan de mest dingetjes. En wij moeten daar gewoon wel mee dealen met van de kant af blijven. Ja. En dat we met giften, met de mestgift naar beneden gaan. Ja. Maar voor de rest... Je ziet natuurlijk wel de ergernis en de zorg. Ja, ik zie wel die boeren, die worstelen er wel mee. Die zijn er wel druk mee bezig. Ja. Hebben ze het zwaar, denk je? Er zijn een aantal bij die hebben het wel. Ja, hè? Ja. Ja. Er zijn een aantal bij die kunnen er een beetje mee omgaan. Die zijn wat vooruitstrevend en ook naar de toekomst toe. Een aantal die kun je gewoon zien, die zitten er wel mee. Ja, het is ook een persoonlijke kwestie natuurlijk, een karakterkwestie. Denk aan dat we het beter mee omgaan dan de ander. Klopt. Ja. Klopt. Is leuk om loonwerker te zijn? Ja, maar... Hoe oud ben jij? Ik ben 43. Ah, jonge kerel. En vanaf je 16e waarschijnlijk erin beland. Ja, met een paplepel erin gegooid, ja. Dat kun je wel zeggen. En dat houdt voorlopig ook niet op. Nee, we gaan heel lekker door. Ja. Ja. Heb jij goede plannen? Nee, ik geloof niet. In de glazen loonwerk hebben we zo'n mooi areaal. En dat, als we dat zo mooi kunnen behouden, dan heb ik daar geen groeiplan mee. Goed. Ja. Ik zag de jongens, maar een paar hele jonge jongens ook, hè? Die vinden dat mooi, hè? Ja. Ja. En dat is wel mazzel, want de hele wereld schreeuwt om personeel. Ja, klopt. En voor jou is het niet zo moeilijk? Nou, we hebben gewoon leuk personeel hebben wij. En we kunnen gelukkig aan jongens komen wel. En dat is wel wat waard. Ja, absoluut. Nee, want zonder goede jongens, dan kan dat keer geen... Ja, helemaal niks, hè? Dan sta je met de handen op de rug. Zo is het. Ja. Daar is het weer. Wie is dat? Dat is Wouter. Mooi Wouter. Nou, we staan er weer voor. Gas op die lolly. Wat gaan we gaan schrijven? Oh ja, dan is het gras straks klaar en dan begint de maïs, jongen. Ja, dat is niet alleen maar straks. Dat is met 2 weken, dan zullen we de eerste keer wel gaan melden, denk ik. Wat vind je mooier, gras of maïs? Ja, ik vind beide mooi. Ja, maïs vind ik ook prachtig. Dat is ook, dat is ook echt geweld. Ja, dat is ook super. Ja, dat doe ik melden bij ons, maar dat is melden, gras de maïs. Dat doe ik niet meer sinds 2 jaar. Waarom niet?
Zie ik gras haakt, dat ik maar 1 of 2 dagen neem, zeg maar. En dan kan ik dan weer op kantoor. En ook andere dingen doen. En als ik in de mei zit, dan ben ik gewoon 3 weken of 4 weken weg. Ja, vol gas, 12 uur per dag. Ja, en dan s'avonds je administratie nog moet doen en de boel regelen. Ja, dat is, dan kun je toch merken dat de leeftijd wel begint te spelen. Ja, ook, zelfs als ik ook al ben je 43. Ga je ook naar de beurs volgende week? Jawel, ik bedoel, het weer wordt een beetje slecht volgende week. Ja, ik denk, ik was slechter, wat zullen we nou beleven? Ik denk nou dat gaatje voor kunnen breken nu. Ja, dat is eigenlijk wel, voor de beurs is dat wel gunstig. Ja, voor de beurs is dat dat er meer publiek komt. Ja, want dit weer, dan wilden jullie allemaal gas geven natuurlijk. Ja, dan past het meer. Ben je van plan om wat te kopen? Ja, je weet het nooit, maar van altijd wat er blijft, hè. Ja, maar wat staat er hoogst op de lijst? Wat wil je het liefst hebben nu? Wat wil je het liefst hebben? Misschien nog wat verjongen in de trekkers misschien, maar dan moeten we nu gewoon even kijken. Jij bent van de groene trekkers? Ja, we hebben groen in de laatste, man. Qua trekkers. Ja, Carl Hoving zei Peter Wieringa in Bedum. Ja, ik heb het gehoord. Ja, die zei dat ik pisgeel. En ik schuif groen. Ja, nou. Dat zal bij ons komt hard in de buurt. Alleen de hakslaan is. Ah, nee. Nee, die komt bij Brugge maar weg. Ja, dan hebben we echt weer een Klaaspet op de hakslaan. Ja, veel mensen willen een Klaas, hè? Wat is dat? Ja, ik ben ermee opgegroeid. Hè. Mijn vader is begonnen met een ZF80 V10 toen in de jaren 80. We hebben al die Klaas gereden en dat zit dan wel in het bloed, zeg maar. Ja. Dan ga je niet over dat trek naar een ander merk. Nee, dat is toch echt merkentrouw, hè? Ja, en als het goed bevalt, waarom zou je dan overstappen, hè? Ja, plus we kennen de machine natuurlijk van de inschouw, dus we kunnen zelf ook sleutelen aan deze machine. Omdat je de machine kent. Ja. En dat is ook wat waard. Nou, dan gaan we wel even beach drinken, zeker, volgende week. Ja, als het tegenkomt, dan gaan we een biertje doen. Zeker, dat komt goed. Nou, gezellig. Een biertje gaat er altijd in. Dan zie ik je dan, jongen. Ja, dat gaan we doen. Komt goed.